moet je niet vangen? Nee, wat zou ik worden nou? Nee, nee. Oh ja, maar ik vind het gewoon. Maar ze staat op al. Ja. Een hele goede dag, Schotel. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag en het is vlog 100. Holy shit. Ja, dat zei ik gewoon nog steeds een normale dag. Maar, normaal gesproken zou ik zeggen, dag 100 gaan we iets ziek speciaals doen. Dat gaat ook gebeuren. Maar aan het einde van de video vertel ik jullie pas wat het zal zijn. Maar, ik ben eerlijk opgestaan, zoals gewoonlijk. Ik ben wel een beetje moe en mijn neus zit een beetje dicht. Zo praat ik ook een beetje. Maar, ik ga eventjes gezond lekker eten. Want... het is trouwens ook lekker weer, als je zo ziet. De zon schijnt. Maar we gaan even lekker een... alles aan de kant leggen. Als ik... godzonder hier. Ik kan niet bij me eten. Ik wil namelijk kwark pakken. Zo, een lekker kwarkie. En een lekker banaantje. Nou ja, ik denk dat ik toch voor deze ga in plaats van die. Want het vervelende aan bruine bananen is... ik vind bruine bananen dus niet vies, hè? Of nou ja, niet vies. Ik vind ze wel vies. Maar het probleem met bruine bananen is dat ze een stuk zoeter worden. Op een gegeven moment zijn die bananen zo ontzettend zoet dat je echt alleen maar suiker proeft. En dat vind ik echt gewoon niet lekker. Daarom eet ik die dan niet op en gooi ik ze zo meteen gewoon lekker weg. Wat ik dus ga doen is even lekker een banaantje, een kwarkje en wat nootjes uit mijn kastje hier pakken. Plus wat honing. En dan gaan we lekker ontbijten. En ineens heb ik een andere outfit aan en ga ik lekker sporten. Ik heb zojuist video afgeëdit in een half uurtje tijd. Daar ben ik super blij mee. Het scheelt me heel veel tijd vandaag dat ik andere dingen kan doen. Wat ik dus nu ga proberen is een snel random reader te fixen bij de ABN. Dus ik ga naar de ABN brommeren. Kijken of ik hem meteen kan krijgen. En dan ga ik door naar de sportschool. En dan moet ik een beetje opschieten. Want om 2 uur wordt ik gebeld door D-reizen. Om de laatste afspraken te maken voor de reis naar Dubai. Of wacht. Ah. Weer terug van het sporten en ik heb dit gehaald bij de ABN, dus ik kan weer geld overmaken. Dat is ook wel weer heel erg fijn, moet ik zeggen, want ik was de dingen gewoon kwijt. Zoals ik meer dingen kwijt ben geraakt tijdens de verhuizing en ik weet ook niet hoe dat kan, want het is wel bij mijn ouders thuis geweest, maar het is niet hier aangekomen. En ik heb het zelf in een doos gedaan en hier is het neergezet. Ja, nou ja, ik ga nu eventjes lekker de douche inspringen en dan is Kimmy hier. Ja, we gaan even lunchen. Lekker. Oh, je bent buiten. Kimmy zit buiten. Zit gewoon buiten in de kou. Ze zit nou buiten in de kou. Ja, daar is hij. Hoe is het afgelopen met jouw maandag? Met mijn maandag? Ja. Toen was je het allemaal op TikTok aan het dansen. Oh ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ja, ik was maar natuurlijk aan het borrel samen met Kimmy. En dat was hartstikke gezellig. Alleen ik ging het eerder weg naar huis, dus ik bleef nog daar. En ik kwam Larissa weer tegen trouwens, van een hele tijd terug. Die heb ik al over verteld. Die was samen met Demi en Demi is mijn ex. Als je de video hebt gezien, ja, dan snap je het. Als je het niet hebt gezien, dan snap je helemaal geen heet van. Wij gaan trouwens eventjes lekker lunchen. Het is heel raar, jongens. Daar regent het niet en hier regent het wel. Toch? Ja, hier regent het wel en hier regent het niet. Hoe kan dit nou? Zie je dat? Dit, hier is regen, zie je ook. Hier is zon. En hier is zon en geen regen. What the actual fuck, hoe kan dit? Nou, het lunchje was heerlijk, we hebben lekker bijgekletst. Zijn met Kimmy. En ik ga nu eventjes werken, zoals je ziet. Ik heb mijn Coolblue kleedje al aan en ik ga lekker op de brommer richting het werk. Ik had nog kunnen regelen dat ik kon komen, want vandaag komt blijkbaar de Samsung S10 uit. Ik hou me daar serieus niet zo heel erg mee bezig, maar ja, prima. Ik kan werken, dus dat is hartstikke mooi. Morgen vroeg komt heel vroeg de KPN man om 8 uur, dus dat wordt een pittig nachtje voor mij. Maar ik zie je in ieder geval straks na het werken. Ik ben vergeten het laatste stukje op te nemen na het werken, helaas. Maar ik wil nog natuurlijk die laatste aankondiging doen. Want vandaag om 5 uur komt de compilatie online van alle ruften, alle scheten, alle smerige geweetjes die ik achter heb gelaten in de laatste 100 vlogs. Die komt om 5 uur online. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken en doe even een like omhoog op deze video. En abonneer. Later.